Een goede avond in Christus Beminden. Vandaag, op de vrijdag na de eerste Passiezondag, vieren wij het feest van de smarten en het medelijden van onze hemelse moeder Maria. Specifiek de smarten die zij ondervond toen zij onder het kruishout van haar zoon stond. Het algemene feest van de zeven smarten van onze lieve vrouw, dat vieren wij op 15 september. Het is billijk, het is passend. 1 week voor Goede Vrijdag. 1 week voor de werkelijke gebeurtenissen op Calvarieberg, waar wij geheel ons gericht zien op het lijden van onze lieve Heer. Vandaag, 1 week van tevoren, ook te denken aan de smarten van onze hemelse moeder. Zij is namelijk de nieuwe Eva naast de nieuwe Adam, Christus. Vandaag wil de kerk bijvoorbeeld stilstaan, heel bijzonder, aan de vierde kruiswegstatie. De ontmoeting van Maria met haar goddelijke zoon. Maria zag hoe haar goddelijke zoon voor ons het zware kruishout vrijwillig op zijn schouders had genomen. De kerk denkt bijvoorbeeld ook daaraan hoe Maria het goddelijke lam aan het kruis zag genageld worden, dan 3 uren aan het kruis zag hangen en zag sterven, om tenslotte dan ook, na deze 3 uren van het kruis afgehaald te worden en op haar schoot dood worden neergelegd. De kerk herinnert zich ook hoe onze lieve vrouw bij de begrafenis van onze lieve Heer aanwezig was. Ik nodig u dus uit, mijn dierbaren, u met de gevoelens en de overwegingen van de katholieke kerk vandaag te verenigen. Bijvoorbeeld, als u na deze conferentie nog uw dagelijks rozenhoedje wilt bidden. En laat de genade in elk geval, de genade van het huidige gedachtenisfeest, ervoor zorgen dat we niet enkel maar vervuld zijn met een soort van menselijk medelijden met onze lieve vrouw, maar vooral met een diep afschuw tegenover onze zonden. De zonden die dit lijden en dit medelijden van onze lieve vrouw bewerkstelligd hebben. En zijn we ervan overtuigd dat wij werkelijk een wil moeten bezitten, gesteund door de genade, om heiligere levenspaden op te zoeken. Daarom zetten wij onze overweging over de zeven hoofdzonden verder. Vandaag specifiek over de hoofdzonde van de hebzucht. En dat is heel passend. Want het was net de hebzucht, mijn dierbaren, die Judas het laatste duwtje gaf, ertoe overtuigde om onze goddelijke meester aan de hoge priester Caiaphas over te leveren. De goddelijke meester te verraden en zo het lijden van onze Heer en het medelijden van onze nieuwe vrouw te laten beginnen. En starten wij deze conferentie, en zoals gewoonlijk, met een kort gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Onze lieve vrouw van zeven smarten, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verzamelt uw schatten in de hemel. In Christus Beminden. Op een bepaalde dag belde een jongeling aan bij zijn pastoor. Tijdens het gesprek met zijn zielenherder sprak de jonge, gelovige man over zijn toekomstplannen. Studies in binnen- en buitenland, om nadien met een goede job veel geld te verdienen en dan nog iets van het leven te maken. De pastoor nam daarop zwijgend een blad papier en schreef er het woord God op. Daarna greep hij naar zijn geldbuidel, nam er een biljet uit
en legde dit neer op het woord God. Daardoor was het woord God niet meer zichtbaar. De jongeling begreep de waarschuwing van zijn geestelijk leidsman. Zorg ervoor dat men bij al het zwoegen en werken en geld verdienen de zin voor het goddelijke niet verliest of verstikt. Denken wij ook, mijn dierbaren, aan de parabel van het zaad dat wel opschoot, maar dan door de aardse materiële zorgen verstikte. Mijn dierbaren, vandaag gaan we verder met de bespreking van deze 7 hoofdzonden. De vorige keer spraken wij over de hoofdzonde van de onkuisheid. De onkuisheid die het involgen is van de ongeregelde drang naar het geslachtelijke, met uitwijking van Gods doel, de voortplanting en de opvoeding van de kinderen. Vandaag willen wij over de hebzucht spreken, de avaritia. We willen ons de gewone 3 vragen stellen. Wat is deze hoofdzonde van de hebzucht? Wat zijn haar gevolgen en wat kunnen en moeten wij tegen deze hoofdzonde doen? Aldus, wat is de avaritia? De hebzucht is de ongeregelde begeerte naar stoffelijke goederen. En deze hoofdzonde kan zich in 2 richtingen splitsen. Zich splitsen in 2 aspecten. Ten eerste, in een overdreven bezorgdheid om geld en goed te verwerven. En dat is de eigenlijke hebzucht. Ten tweede, in een ongeregelde zorg dat verworvene goed te bewaren. En dat is de gierigheid. Maar verduidelijken wij iets. Niet elk streven en niet elk bezit van een goed is zondig. Het kan zelfs goed zijn. De goederen van deze aarde zijn door God geschonken aan de mens, omdat zij noodzakelijk zijn om de mens in leven te houden. Ze dienen tot onderhoud van het gezin, tot een verzekering van de toekomst voor de kinderen en om goeds te bewijzen aan de armen. En dat is niet tegen het verstand en zeker niet tegen het christelijk geloof. De gierigheid echter is dat wel. De gierigheid bemint het geld meer dan het verdiend mag worden. De gierigheid beschouwt het bezit algemeen niet als een middel, maar als een levensdoel. Waaraan kunnen wij deze drang naar gierigheid bij onszelf herkennen? Er zijn enkele symptomen. Wel, bijvoorbeeld indien men merkt dat men een bijzondere eerbied toont tegenover rijkere mensen. Als men zijn gedrag gaat veranderen. Als men in gesprek gaat met deze personen, bijzonder om hen te paaien. Deze verborgene hebzucht kunnen wij ook in onszelf herkennen als wij naar meer streven dan wij eigenlijk nodig hebben. Of als men steeds een voorwendsel vindt om een arme zonder enige gift weg te sturen. Of als men zich aan inzamelacties onttrekt. U merkt het. De zonde van de hebzucht, van de avaritia, is een zonde die niet bij de christen past. Wij christenen moeten ons geluk vinden bij God in het geestelijke. Wij christenen, wij dienen de naaste liefde te beoefenen. En de zichtbare middelen slechts als middelen tot onze eeuwige zaligheid te beschouwen. Welk voor zonde is de gierigheid? De heilige Thomas zegt dat de gierigheid in strijd is met de deugd van de vrijgevigheid, een dochter van de naaste liefde, zoals wij reeds gezegd hebben.
Zij is vaak echter slechts een dagelijkse zonde. Omdat de rijkdom naar waar de gierigaard of de hebzuchtige streeft, niet in zichzelf zondig is. Bezit is goed. Nochtans kan deze hebzucht, deze gierigheid, om bijkomende redenen doodzonde worden. Dit gebeurt als iemand zwaar tegen de hoofdzonden van rechtvaardigheid of naastenliefde ingaat. Bijvoorbeeld door iemand een loon te verweigeren. Het is goed als iemand iets voor ons verricht, dat wij dat belonen. En als wij dat niet doen, omdat wij hebzuchtig zijn, begaan wij de zonde van hebzucht. Ook bijvoorbeeld als wij een behoeftige het noodzakelijke zouden verweigeren, terwijl de overvloed van de rijken eigenlijk de nood van de armen moet linderen, zoals de Heilige Schrift zegt, dan is dat een zware zonde. De gierige zondigt ook bijvoorbeeld als hij de neiging involgt zich op kosten van anderen te verrijken. Bijvoorbeeld jongeren die altijd de vrienden laten trakteren en nooit zelf iemand uitnodigen. Of als men door bedrog of diefstal zich onterecht goederen verwerft. De heilige Paulus noemt de hebzucht eigenlijk afgoderij. Want voor de gierigaard, de hebzuchtige, is bezit alles. Aan het bezit offert hij zijn rust, zijn krachten, zijn gezondheid, zijn eer, zijn leven, zijn ziel en tenslotte ook zijn zaligheid. En zo komen wij tot onze tweede vraag. Wat zijn dan de gevolgen van de hebzucht? Wel, zoals gezegd, we weten allemaal waartoe Judas door de hebzucht gedreven werd. Tot verraad en moord. Tot opgave van zijn roeping. Passen wij op? Natuurlijk gaat niet elke gierige mens zo ver, maar toch zijn er algemene gevolgen voor elke hebzuchtige. Zo maakt de hebzucht in de meeste gevallen van de gierigaard een ongelukkig persoon. Deze gierigaard, deze hebzuchtige, leeft in een onafgebroken zorg en pijnigende vrees. Hij wordt gefolterd door een gouddorst. En in de grootste overvloed leidt hij eigenlijk nog armoede. Een heidense filosoof zegde het volgende: hebzuchtigen gelijken op hongerige mensen die koken, maar zich nooit aan tafel neerzetten. De gierigaard is ook een eenzame mens, omdat hij hardvochtig is tegen zijn naaste en zich aan allerlei liefdeloosheden en onrechtvaardigheden schuldig maakt. De heilige Bernardus zegt dat de gierige voor zijn medemens gelijkt op een woestijn die regen en dauw gulzig opslorpt, maar niets terugschenkt, niets voortbrengt. Ook is de gierigaard in gevaar zijn geloof te verliezen. Zijn zorg voor het aardse doet zijn smaak voor de dingen van de hemel verstompen. Hij verwikkelt zich in duizend zorgen en bekommernissen, die, zoals onze lieve Heer zelf zegt, als doornen zijn die het zaad van het woord Gods verstikken en beletten vruchten van geloof, hoop en liefde voort te brengen. Hij heeft zich geen schatten verzameld in de hemel. Onze derde vraag luidt: welke middelen dienen wij ter bestrijding van deze hoofdzonde aan te wennen? Wel, vooreerst moet men de ijdelheid van de aardse goederen overwegen en de gelukzaligheid van de eeuwige goederen. Eigenlijk moeten wij dagelijks overwegen en welke schatten God voor ons in de hemel heeft klaargelegd. En geen oog heeft het gezien en geen hart heeft het uitgedacht.
zo de heilige Paulus. En wees wij vervuld van de hemel. De ijdelheid van deze goederen is duidelijk. Nooit zal een bezit ons hart kunnen verzadigen. En wat is geld uiteindelijk meer dan ijzer of papier? Gebruiksmiddelen. Ten tweede moeten wij aan onze kortstondigheid van ons aards bestaan denken. Wij zijn slechts doortrekkende reizigers op aarde, pelgrims. En zeer spoedig zal de dood ons verwijderen van ons aardse bezit. Enkel een doodskist rest ons, en zelfs die zullen de elementen in de aarde ons nog ontnemen. Ten derde moeten wij ons van de gevaren van een hebzucht bewust zijn. Christus heeft de armen geprezen en het wee tegen gierigaards uitgesproken. Christus zegde uitdrukkelijk: voorwaar, ik zeg u, het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van de hemelen te bereiken, omdat hij gemakkelijker tot de hebzucht geneigd is. Sint Paulus zegt het nog onomwondener dan Christus. Hij zegt: gierigaards zullen het rijk van God niet bezitten. Dat dit zo is, lazen wij nog in de afgelopen vastentijd in de parabel van de rijke vrek en de arme bedelaar Lazarus aan zijn deur. De hebzuchtige, de rijke vrek, die had zijn zaligheid reeds ontvangen op aarde, de arme niet. En daarom brengen zij hun eeuwigheid op verschillende plaatsen voor. Ten vierde, wat wij moeten doen om deze hoofdzonde in ons te bestrijden of de neiging ervan, is de overweging van het voorbeeld van Christus. Wij zijn christenen, dat betekent navolgers van Christus. Navolgers van zijn deugden. Wel, welk voorbeeld heeft Christus ons gegeven? De heilige Paulus schrijft: terwijl Christus rijk was, is hij om onzentwille arm geworden. Inderdaad, hij heeft de heerlijkheid van de hemel verlaten. In uiterste armoede werd hij geboren. In uiterste armoede heeft hij geleefd. En in uiterste armoede is hij gestorven. Als baby kende hij nog wieg, nog warmte. En als volwassene kon hij zeggen: de vossen hebben hun holen, de vogels hebben hun nesten, maar de mensenzoon, hij heeft niets waar hij zijn hoofd kon op neerleggen. En als we hem komende vrijdag aan het kruishout zullen zien hangen, dan werpen de vier krijgslieden nog het lot over zijn gewaad. Hij heeft zich ontdaan van alles. Waarom? Voor het geestelijke, voor de redding van onze ziel. Dat voorbeeld moeten wij navolgen. Al onze goederen zijn middelen tot ons heil. En daarom, in Christus beminden, tegenover deze hoofdzonde staan positief gezien de deugden van onthechting en milddadigheid. En dit zijn twee deugden waar wij eigenlijk in heel de vastentijd ons al reeds konden in geoefend hebben. Maar ook nadien nog. Te meer dat deze naaste liefde eigenlijk het hoofdgebod is van ons christelijk geloof. En deugden mogen niet zomaar dromen blijven, maar moeten uitgeoefend worden door concrete daden. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van een apostolaatswerk. Bijvoorbeeld door een mede-christen of een mede-christelijk gezin in de problemen te helpen, dat men ze voedt. En het zal u geen verlies zijn, het zal winst zijn, eeuwige winst, schatten in de hemel. Aalmoezen bedekken een menigte van zonden, staat er in de Heilige Schrift. En beschouwen we de aalmoezen als een afbetaling tegenover onze lieve Heer.
En leren we bovendien zelf ook tevreden te zijn met het vele of met het weinige dat we van God krijgen. En zeggen wij, onze toestand is goed zo. En laten wij ook altijd grootmoedig vertrouwen als het ons iets slechter gaat in de goede God. De heilige Bonaventura hermaant ons christenen. Gedenk de woorden van uw heiland. Wat baat het de mens, zo hij heel de wereld wint en bezit, maar schade leidt aan zijn ziel? Het is beter meester te zijn van slechts één goudstukje, dan slaaf te zijn van twee. Beter is het zonder bezit de hemel te verwerven, dan met al uw bezit de hel te kopen. Gij zoekt goud, God heeft het geschapen. Gij zoekt zilver, God maakte het. Bezittingen, God schiep ze. Zoek al dus God en gij vindt de bron van alle rijkdom. Laat ons streven dus bij het geestelijke liggen, bij God, omdat wij bij het laatste oordeel niet veracht worden door God, door andere zaken die slechts tijdelijk zijn, boven het eeuwige gesteld te hebben. Ja, mijn dierbaren, wees wij overtuigd dat God alles is. God die de bloemen prachtiger kleedt dan Salomon zelf en alle vogels dagelijks voedt. Hij zal ook voor ons zorgen, want hij weet het, wat wij nodig hebben. En bovendien, wij weten het ook. Hij heeft het ons verzekerd. Hij bemint ons. En hij zal voor alles voorzien. Amen. Sluiten wij, mijn dierbaren, vandaag met de oratie van het feest van de zeven smarten van onze lieve vrouw. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. God, bij wiens lijden, volgens de voorzegging van Simeon, het allertederst hart van de roemrijke maagd en moeder Maria, met een zwaard van droefheid is doorstoken, verleen genade dat wij, die dit vrome herdenken en haar smarten vereren, de zegenrijke uitwerking van uw lijden mogen verwerven. Gij die leeft en heerst in eeuwigheid. Amen. Namen de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden, ik verheug mij op u reeds allen terug te zien op Palmzondag en voor de laatste van onze vastenpredikaties. Goede avond, mogen God jullie allen zegenen.